Welkom bij eindelijk weer een nieuwe aflevering van de Old School RuneScape. Gezelligheid. Ik heb fantastisch goed nieuws. Ik ben terug. Ik heb ook minder goed nieuws. Ik ga weg. Ik ga stoppen met deze serie en stoppen met deze game. Het is klaar. Ga ik stoppen voor altijd? Maar natuurlijk niet! Ik ben, hoe zeg je dat? Zwak. Gigantisch zwak. Ik hou van deze game. Maar liefde is niet altijd positief. Het is belangrijk om in te zien wanneer houden van loopt naar het je kapot laten maken. De afgelopen maanden heb ik uren in deze game gestopt voor het halen van level 70 Fletching. Daar heb ik echt... Ik word er haast van wakker in mijn bed met yes, level 70 Fletching. Ik ben daar minimaal 10 uur mee bezig geweest. Puur door een schermpje dat zegt van haha, je hebt level 70 Fletching. Gefeliciteerd! En niemand boeit het wat! Niemand in de hele wereld vindt het cool dat ik 70 Fletching heb. Ik krijg er geen trofee voor. Ik krijg er geen zak met geld voor. Het enige wat ik krijg is dat ik 10 uur van mijn leven kwijt ben. Hier! 70 Fletching! Ik voel niks! Waarom deed ik dit? Nou ja, waarom weet ik dit? Ik kan dus nu Jew Longbows maken. En ik kan eindelijk een beetje geld verdienen met deze game. Yes, het was het allemaal waard. Het ding is, RuneScape is een zwart gat. Een zwart gat voor je vrije tijd. Maar het is een heel mooi zwart gat. Een comfortabel, warm zwart gat. Waar ik gewoon soms eventjes graag in ga liggen. Maar ik heb het momenteel gewoon veel te druk. De enige keer in de afgelopen maand dat ik gespeeld heb, was toen Billy opeens om 11 uur 's avonds begon te slapen en mijn slaapritme was om 5 uur 's morgens naar bed gaan. Zo van, hey makker, wat moet ik nou doen de komende 6 uur? Dan ging ik letterlijk naar de woonkamer, waar alle lichten al uitstonden, om gewoon Netflix te kijken en dit spel te spelen in mijn eentje. Dat is ongeveer de enige gameervaring die ik heb gehad de afgelopen weken. En misschien moet je gaan beseffen dat het gewoon een slecht idee is op dat punt. En we kunnen dus nu in ieder geval die Jew Longbows maken. Je wil niet weten hoe blij ik ben. Kijk dan, je ziet het aan mijn gezicht. Misschien. Je kan dus nu deze dingen maken. Gewoon even heel gauw om te laten zien hoe ik rijk ga worden op dit account. Ik heb de afgelopen maanden wel gewoon nog mijn membership betaald. Als in, ik betaal echt bijna een tientje per maand hiervoor. Zodat ik gewoon een reboot van de game uit 2007. En toch betaal ik een tientje per maand ervoor. Dus het is die prachtige nostalgie. En ik zag toevallig dat momenteel over 3 dagen verloopt hier. En dan trekken ze automatisch een tientje van mijn PayPal. Ik denk, weet je wat, ik hak meteen de knoop door. Ik blokkeer de volgende betaling. Dan. Anders heb ik weer zoiets van, ah oh shit, ik heb echt net 10 euro betaald voor 30 dagen. Dan kan ik net zo goed 30 dagen lang Mokerville gaan spelen. Ik voel me nu wel een beetje schuldig. Echt letterlijk, afgelopen week kreeg ik iets fantastisch. Check deze shit. Boom. Boom, boom, boom. Dit is een LP met een groot deel van de soundtrack van deze game. Wat een fantastische muziek. Ik kreeg opeens letterlijk een brief van de makers, Jagex. Met hallo YouTube persoon. We waarderen het hoe je onze game steunt online. Hier als dank voor je jarenlange steun van deze game krijg jij de soundtrack van zowel de oude game als de nieuwe game op LP. We hopen nog jarenlang van je te horen. Ik dacht, het eerste wat ik dacht was, hè? Hoe komen jullie aan mijn adres? Dat was mijn oprechte eerste gedachte. Een beetje creepy dit. Jullie hebben me nooit gevraagd om adres. Maar hey, ik ben redelijk blij met wat ik hier gekregen heb. Dit is dus hoe ik big money ga maken. Ik ga al deze Jew Longbows elken. Ik dacht dat je er meer... Oh, wacht. Ik heb ze nog niet gestringd. Oh, ik heb er nog een paar niet gestringd. Je moet wel de gestringde elken. Dit geeft een redelijke hoeveelheden doekoe. Echt 800 per stuk? Damn. Dat is nog meer doekoe dan ik eigenlijk dacht. Ja, dat is nice. Dit is goede hoeveelheden geld. En dat kan ik heel erg gebruiken. Deze video gaan we wel eventjes uit met een bang. En we gaan eventjes gauw Dragon Slayer doen. Zo'n beetje de moeilijkste quest voor spelers die gratis spelen. Dus eigenlijk niet dat tientje per maand lappen. Want hey, dat is best veel geld. We gaan even kijken of we die kunnen halen. Ik heb niet bepaald de skills ervoor. Dus het wordt een klein beetje spannend. Het gaat erom strijden. En dat is waarschijnlijk juist wat het wel een beetje interessant maakt voor deze video. Voor de rest leek het me leuk om een klein beetje te praten over al mijn verslavingen. Ik heb al meerdere keren verteld over hoe ik vroeger verslaafd was aan deze game. Als in,
Ik geloof dat de website zei dat ik er 200 dagen in heb. Als in 200 keer 24 uur. En als ik andere mensen zou zeggen, oh, ik speel echt veel Overwatch, ik heb 500 uur. Dan denk ik, ik weet niet of die 200 dagen wel kloppen. Maar ik heb echt dagen gemaakt waar ik 10 uur lang deze game speelde. Omdat je kan de game vaak op de achtergrond aanzetten. Je kan gewoon lekker wat gaan doen met je leven. Ik was dan voornamelijk gewoon de hele dag Netflix aan het kijken. En voor mijn gevoel bereikte ik iets. Want ik was niet alleen Netflix aan het kijken de hele dag. Dat was niet eens een ding. Ik had gewoon alle seizoenen van Breaking Bad gedownload of zo. Van de Pirate Bates in die richting. Ik was niet alleen maar een serie aan het kijken. Nee, ik was tegelijkertijd aan het levelen in een virtuele wereld. Waar niemand het boeit dat ik aan het levelen was. Maar daar gaat het eventjes niet om. Ik heb in ieder geval een Strength Potion en een Attack Potion. Als ik die eventjes meeneem, dan kan ik misschien alvast mijn kansen een klein beetje vergroten. Voor de rest moeten we iets van runes meenemen, denk ik. We moeten namelijk naar Falador toe. Dan kunnen we een beetje die kant op lopen. En ja, het enige echt goede eten waar ik momenteel soort van bij me heb zijn deze sappige lobsters. Ik ben heel benieuwd of ik deze battle ga halen. Dit is een beetje de eindbaas van je jeugd, weet je wel. Elvark, the dragon. Uit Dragon Slayer. Hey, ik wou het zeggen, game. Waar de fuck is mijn muziek? Deze verslaving heb ik dus na al die jaren nog steeds niet overwonnen. De game bestaat nu 18 jaar, geloof ik. Dat stond bij een briefje van, hey, de game bestaat nu 18 jaar. Nou, ik denk dat ik sowieso al een jaar of 12 echt fanatiek de game volg. Misschien nog wel langer. Ik zou het kunnen berekenen. Het moet groep 4, 5 geweest zijn dat ik voor het eerst deze game ontdekt heb. Ik hoop alsnog dat ze me een uitnodiging willen geven voor RuneFest. Ik heb geen idee of ik daar groot genoeg YouTuber voor ben. Ik weet, er is één andere Nederlandse YouTuber die gesponsord wordt, contact heeft, gratis shit krijgt. Ik sta nu voor mij gewoon op de lijst. Ik sta gewoon op de lijst van YouTubers die gratis shit krijgen van RuneScape. Ik heb in ieder geval niet om deze LP's gevraagd die echt 100 euro waard zijn. Ik lag opeens in mijn bus. Ik zou super graag naar RuneFest gaan. Dat is een evenement wat ze geven in, zeg maar, hun hoofdkantoor. Waar mensen heen gaan, dan maken ze bekend wat er allemaal nieuw gaat komen in de game en zo. Ik weet, Ronald is erheen geweest. Terwijl die maakt helemaal geen RuneScape video's. Dus heel misschien. Mag ik wel naar dat feestje toe waar ik als kind al zo graag heen wilde. Ik kom hier zeker niet deze video alleen maar op deze game schijten. RuneScape is the shit. Over schijt gesproken. Het is alleen, er zitten ook een aantal mensen in de clan chat. Ik vind jullie fantastisch, maar er zijn echt een paar mensen die zijn gewoon altijd online. En ik snap het. Ik ben ook zo geweest, maar ik zou je toch gewoon een keer vriendelijk willen verzoeken. Om toch nog een keer jezelf de vraag te stellen, waarom doe ik dit ook alweer? Dat is gewoon altijd de cyclus die ik heb. Ik denk, oh, RuneScape, yay, vroeger, yeah, mijn jeugd. En dan op een gegeven moment denk ik, waarom speel ik dit spel 4 uur per dag? waarom ga ik later naar bed en ben ik de volgende dag moe puur om dit spel te spelen? Dat is niet handig. Even kijken, als het goed is kunnen we nu weg op de boot. Can I board the ship now? Please, zeg maar dat het kan. Sure, she's all yours. Oké, we moeten even gaan met dat schip. We moeten dus naar een eiland toe. Een prachtige actieve vulkaan. Daar even gaan we een draak doodmaken. Ik hoop heel erg dat het gaat lukken. Dat is wel een beetje... Wat is dit probleem? Oh nee, ik moet wel nog het gat in de boot fixen. Oh, ik dacht dat ik dit gefixt had. Oh nee. Verdomme. Blijkbaar, ik was dus helemaal naar dat eiland toegegaan. Ik wilde het eigenlijk op livestream doen. Toen opeens dacht ik, nee, dit voelt verkeerd. Ik ga die fucking draak verslaan. In de video. Maar blijkbaar als je op het eiland bent van de draak en je chickened out en je gaat weer weg, dan moet je dus die boot opnieuw repareren. Ik had dus wel goed in mijn hersentjes zitten dat ik de boot gerepareerd had. Alleen blijkbaar is het een eenmalig dingetje en moet je de draak verslaan en dan blijft de boot gerepareerd. Wat ik nodig heb is 60 ijzeren spijkers. Die kun je vast ergens kopen, maar hey, ik ben die strijdende Iron Man. Ik maak die shit keihard zelf. Het leek me eens even leuk om te praten over mijn andere verslavingen en hoe het daar zo al mee gaat. Roken! Volledig mee gestopt eigenlijk. Ik had dus een tijdje een video gemaakt getiteld Mijn Laatste Sigaret. Om een of andere reden, mijn meest bekeken video op mijn kanaal, wat echt heel sneu is. Het is vooral ook echt niet echt een goede video. Dat is vooral het sneu eraan. Zo van, hey, kunnen we niet een video kijken waar ik iets trotser op ben dan deze video? Nee, sorry, dat is op geen enkele manier een optie. Mijn laatste sigaret video is de best bekeken video op mijn kanaal. En ik heb heel lang niet gerookt daarna. Het schijnt echt een heel goede tip te zijn ook als je wil stoppen met roken. Is gewoon dat ik vertel mensen dat je gaat stoppen met roken. Puur door gewoon te zeggen dat je het gaat doen. Heb je een beetje zo'n gevoel van, ja, ik moet me er nou aan houden eigenlijk. Ik heb nu gezegd dat ik ga stoppen met roken. Nou moet ik stoppen met roken. Anders zeggen al mijn vrienden, wauw, kijk, een loser.
En wat ook heel goed werkt bijvoorbeeld, is zeggen ik wil minder roken. En dan als je met je vrienden bent een avondje, zeggen hey vrienden, hier is mijn pakje sigaretten. Doe jullie ding. Je geeft je pakje sigaretten aan iemand anders en zegt van hey, ik wil eigenlijk niet zoveel roken. Dus kun je gewoon, dat je iedere keer aan hem moet vragen, yo, mag ik een van mijn eigen sigaretten? Dat hielp mij ook heel erg. Ik heb een aantal vrienden om me heen die roken wel nog redelijk veel. Moeten ze zelf weten hoor, daar niet van. Ik zou het wel fijn vinden als we samen oud kunnen worden en dan nog steeds kunnen chillen. Dat zou wel fijn zijn, maar behalve dat. Hè? Wie is er nou ooit echt dood gegaan van roken? Dat is toch alleen maar gewoon voor de memes dat ze dat echt gigantisch groot op de verpakking zetten? Nee, precies, dat dacht ik ook. Maar die roken best wel veel en ze zijn aardig, dat is het probleem. Ik heb best wel oké vrienden. Dus ze vragen heel vaak van, hey, wil je ook? En meestal zeg ik dan gewoon, ah joh, is prima, we waren dan een tijdje geleden alweer op Rock am Ring. En zij roken dan best wel, ze nemen echt al van tevoren een paar pakjes sigaretten mee. Omdat ze ook haast ervan uitgaan dat ik wel kom aanbietsen, weet je wel. Ik had zoiets van, ja, ik ga niet een heel pakje van je bietsen. Dus op een gegeven moment vroegen ze het één keer. Ik kan ook echt niet veel roken hoor, dat helpt ook wel met het niet verslaafd raak gedeelte. Als ik meer dan 3 sigaretten op een dag rook, word ik gewoon misselijk. Dus op een gegeven moment zeiden ze, wil je een sigaret? Ik zo, nee. Toen vroegen ze later nog een keer, wil je een sigaret? Ik zo, nee. En toen zijn ze gewoon gestopt met vragen. En toen op een gegeven moment wilde ik eigenlijk wel een sigaret. Maar ik had zoiets van, ja, moet ik het helemaal zelf gaan vragen? Zelfstandigheid? What the fuck is deze shit? Laat dan maar. Dus eigenlijk de laatste keer dat ik gerookt heb, was de 2e aflevering van de Stop met Roken de Game. Toen had ik nog een sigaret op mijn kamer liggen. Ik heb wel een paar keer gehad dat ik zoiets had van, ah shit. Ik zou eigenlijk wel even willen roken. Maar geloof het of niet, ik heb geen sigaretten. Even gaan we die boot toelopen, anders wordt deze video echt mijlenlang. Ik haat deze boot. Maar, nog één keertje. Ik heb hem gefixt. Ik geef eens gauw mijn eten halen en dan gaan we even gauw die draak voluit in elkaar mappen. Oeh, het moment van de waarheid. Zoals rapper Shorts zou zeggen. Yeah, let's go. Krijgen we nog steeds het filmpje te zien? Ik bedoel, het is best logisch dat je iedere keer het schip... Oh, dat krijg je niet te zien. Oh, de planken liggen ook gewoon letterlijk hier. Nee, je schip wordt aangevallen door de draak. Dat is zeg maar het oorspronkelijke filmpje. Shit, man. Er is nog een gast met echt precies dezelfde crappy armor die ook gaat proberen de draak te verslaan. Ik zou je willen zeggen, gozer, ik wens je heel veel succes. Verder heb ik naast roken een tijdje zo'n vaporizer gehad. Zo'n damper, zo'n ding wat in principe... Het bevat geen rook, dus het is veel minder slecht voor je longen. Het bevat wel nog steeds nicotine, wat slecht is voor je hart. Maar in principe is het een stuk goedkoper, want als je... Sigaretten en zo zijn zo super duur, want je betaalt per gram tabak. Maar dit is technisch gezien gewoon een soort vloeistof met nicotine erin. Dus, het is geen tabak. Dus het is veel goedkoper en het is veel gezonder voor je lichaam. En je kan het gewoon lekker binnen doen en het smaakt naar watermeloen. Het smaakt letterlijk alsof je thee drinkt over je longen. Dit klinkt best wel aantrekkelijk, I know. alleen die dingen gaan altijd stuk en dan moet je bepaalde onderdelen kopen en... Je hebt altijd van die smaakjes en het is altijd gewoon een soort roulette of ze wel of niet lekker zijn. Ik heb echt 4 verschillende smaakjes energiedrank geprobeerd. 2 waren fantastisch en 2 smaakten letterlijk naar stront. Ik was gewoon een beetje beu om echt bakken vol met van die smaakjes te hebben liggen die nergens naar smaken. Het is wel echt tof wat voor smaken ze hebben. Echt, ze hebben echt letterlijk dingen op het niveau... kapsalon, als in niet het gebouw, de fysieke winkelplek, maar echt gewoon de patat, kaas, dunner en salade. Dat gewoon, dat als smaak. Suikerspin, aardbeien donut. Verzin het zo gek nog niet of ze hebben het wel, dat is best wel cool. Maar ja, het was meer dat het ding gewoon stuk ging. En ik merkte dat ik er misselijk van werd. Gewoon te veel nicotine. Kijk, een sigaret, die rook je, die is op, dan is het af. Zo'n ander ding, zo'n prachtige e-sigaret. Er is geen einde. Je blijft gewoon iedere keer aan dat ding trekken. Je blijft gewoon lekker doorzuigen. En ja, op een gegeven moment heb ik gewoon flinke koppijn. En ben ik misselijk. En heb ik geen zin meer om op te nemen. En dat is eigenlijk het punt waar, ja, hoe zeg je dit netjes? Gewoon weer te ver ben gegaan met je gezeik. Ik ben echt heel benieuwd of we het gaan halen. Ik heb ook een Ring of Recoil aan. Dat betekent iedere keer als ik geraakt word, hit ik 1 op de draak. Dus ik hoop gewoon puur op die manier echt al wat damage te gaan doen. Voor de rest leef ik graag op het randje, dus ik wacht een klein beetje met eten. Maar ik weet niet precies wat zijn max hit is, maar hij heeft wel redelijk wat 8 en 9's op me. Oh! We moeten er een klein beetje bij blijven. Het gaat oprecht best wel spannend worden als ik zo een beetje zie hoe het gaat qua tussenstand. Voor mijn gevoel doe ik het tot nu toe vooral gewoon echt verrassend slecht. Mijn karakter doet gewoon niet zoveel. Ik zou graag willen oproepen om eventjes zelf ook gewoon een solide 8 op hem te mappen, weet je wel. Ik heb geen idee hoeveel. Voor mij is Elvar trouwens een vrouw. Do not misgender de gemene draak die je dood probeert te maken hier.
Voor de rest, bier. Ik heb sinds de zomervakantie 145 verschillende biertjes gedronken. Hou ik bij in mijn bier-app. En dan zou je zeggen, wauw, 145 verschillende. Dat klinkt als alcoholisme, Rick. Nou, dat valt redelijk mee. Ik drink bijna alleen maar verschillende biertjes nu. Dat is echt gewoon... Oh, wat heb je? Amstel? Laat dan maar. Ik heb het nog even opgezocht. In principe ben je per definitie alcoholist als je 14 glazen per week drinkt. Of als je één keer per week meer dan 5 glazen drinkt. Wat in principe echt heel veel jonger is met uitgaan. Volgens mij is het voor jongeren stiekem nog een stukje hoger. Maar in principe, op het moment dat je 14 glazen per week drinkt, doe je in principe je lichaam al een soort van schade. Dus momenteel drink ik misschien 4, 5 glazen per week. Meestal als ik livestream. Oh nee, valt mijn internet weg. Dat is echt de grootste manier om dood te gaan. Gewoon internet weg, je kan niet eten. Je wordt wakker, je bent dood. Ik drink momenteel 4 tot 5 glazen per week. Door de week meestal, als ik aan het streamen ben, 1 biertje. En dan zo nu en dan... Oh! Oh! En dan heel zo nu en dan doe ik nog even ergens hier en daar een andere... In het weekend doe ik er misschien 2 of 3 of zo, als ik in een avontuurlijke bui ben. Maar dat zijn wel dan weer biertjes die vaak wat heftiger zijn. Zoals ik heb hier een 12 nog staan, ongelovige Thomas. Prachtig biertje, maar dat is wel 10% alcohol. Dus ja, eigenlijk drink je wel meteen 2 biertjes in 1 natuurlijk. Dat is gewoon 2 keer zo sterk. Even kijken, ik had deze ring mee voor gewoon een quick teleport. Kunnen we in ieder geval ergens heen. Ik heb beter naar Castle Wars kunnen gaan trouwens. Dit is echt... Ik wou graag snel naar een bank toe. Ga even de quest afmaken natuurlijk. Deze quest geeft een redelijk dikke experience boost in attack en strength, geloof ik. Die skills zijn nog niet zo denderend hoog, dus dat is wel een welkome boost. Voor de rest, ik heb dus in principe redelijk netjes weinig gedronken. Redelijk netjes weinig gerookt. Nu moet ik er wel netjes bij vermelden dat er is tabak in mijn lichaam geweest. Ik hou ze nu en dan ook wel van het roken van een jointje. En ik weet dat in principe een beetje een omstreden onderwerp is, want... Oeh, er zijn nog steeds heel veel mensen die leven met het verschrikkelijke idee dat een jointje roken is... Oeh, je doet drugs en je bent nu gevaarlijk en oh nee. Mijn kind gaat voor altijd crack snuiven, dat is iets wat je rookt trouwens, maar hey. Mijn kind is nu een junkie en we zijn klaar. En als je heel veel bier drinkt, is dan van oh nee, dat is helemaal prima. Het is heel raar hoe we dat zo netjes uit elkaar zetten van dit is oké, want iedereen doet dit. Minder mensen doen dit, dus dit is verschrikkelijk. Ik heb gewoon beide een aantal keer geprobeerd en ben gewoon tot de conclusie gekomen dat ik het ene chiller vind dan het andere. En dan is de vraag, op welk moment wordt zoiets een verslaving? Wat voor mij vooral belangrijk is dat ik dat soort dingen nooit overdag doe. Er is nog nooit een dag geweest waar ik wakker word. Maar ik heb misschien ooit een keer, never say never, zoals Justin Bieber ooit zo mooi zei, maar... Ik zijn wel gewoon mensen die ik gewoon ken, die gewoon letterlijk wakker worden, die zie ik op het station. En het eerste wat ze gewoon doen als ze op het station zijn, is gewoon een joint opsteken alsof het een sigaret is, weet je wel. Gewoon casual, zo van, moet je niet naar school of zo? Mensen die gaan zitten blowen in de pauze, dat zijn over het algemeen dingen waar ik me niet echt in kan vinden. Het is jouw leven hoor, daar niet van, maar... Het is wel echt iets wat ik alleen maar doe, s'avonds laat, als ik al een productieve dag heb gehad, weet je wel. Dat vind ik wel nuttig. Dat is een belangrijk deel ook van de vraag, wanneer is iets een verslaving natuurlijk. Het is heel moeilijk om dat precies te pinpointen. Je kan niet zeggen als je zoveel uur videogames per dag wel ben je verslaafd. Als je zo weinig, als je iets minder speelt, niet. Op het moment dat jij potjes Fortnite spelen of RuneScape for that matter belangrijker vindt dan niet zakken op school. Dan zou je best wel kunnen zeggen dat het op dat moment een verslaving is. Ongeacht van of je nou 10 uur per dag speelt of 5 of 3. Het gaat voornamelijk om een soort prioriteiten ding. Op het moment dat jij het boven allemaal andere dingen zet, bijvoorbeeld je gezondheid. Je zou kunnen zeggen dat roken redelijk snel gezondheid is, omdat je weet, iedere sigaret die je neemt is letterlijk gewoon... Letterlijk, het geeft je letterlijk allemaal verschrikkelijke ziektes. En je vindt het blijkbaar zo chill dat je dat gewoon compleet skipt. Dan zou je wel een soort van kunnen beargumenteren van, ja, dit is geen goed idee. Oké, 85.000. Oh! Lekker! We hebben nu level 42 de defense. We kunnen eindelijk rune armor dragen. En deze gast verkoopt de rune player bodies. We kunnen eigenlijk een beetje wat solide... gear halen. Het ding was momenteel nu ik die 70 fletching heb. Ja, ik heb net mijn abonnement opgezegd. Ze zeggen, denken, waarom heb ik dit gedaan? Het begint nu juist gigantisch hard te jeuken om weer verder te gaan. Kut. I fucked up. Ik heb het verneukt. Ik ga mijn abonnementje zo weer aanzetten. Tot volgende week met een nieuwe video. Het is altijd een beetje de vraag... wanneer gaat het... Je zou kunnen beargumenteren. De enige verslaving die ik echt nog een beetje heb... is denk ik mijn YouTube kanaal, dat ik echt boven heel veel dingen zet, weet je wel. Ik vind het echt heel belangrijk.
Ik heb momenteel al redelijk geaccepteerd dat video's gewoon te laat komen. Vandaag, deze video komt rond half twaalf online, want ik was het hele weekend met Billy en ik kan niet zeggen, yo Billy, ik moet nog deze video maken en die en die en die. Weet je wat? Rob maar op. Ik kan niet op het laatste met mijn vriendin ditchen, omdat ik nog even een RuneScape video wil maken. Ik heb het op een bepaald niveau wel echt, op niet volledig op zo'n niveau gedaan, maar wel op een bepaald niveau, weet je wel. Van, hey, ik moet nog even dit doen, ik moet nog even dit doen, ik loop wat uit. Afspraken op zo'n manier verzetten. Ik probeer dat toch echt wat minder te doen. Want ik ben er toch tot de conclusie gekomen dat de persoon die het meest boeit als mijn video's niet online komen, ben ik zelf. En daar houdt het ongeveer ook een beetje op. Ik ben jammer genoeg de enige persoon die het echt wat boeit. Behalve dat, ja, ik begin wel een beetje aan te ergeren. Al die kijkers die zo gemeen en negatief doen als een video er niet op tijd online is. Zo van, jongens, ik doe echt heel erg mijn best, oké? Ik ben echt tamtoe druk. Ik ben letterlijk iedere dag zo'n 8, 9 uur van huis weg. En ik heb nog rijles erbij en ik kom meestal gewoon moe thuis. Ik doe echt mijn best om 2 video's per dag te maken, maar ik ben gewoon geen fulltime YouTuber. Ga me even wel zo betalen, dan praten we verder, weet je wel. Het is voor mij gewoon een hobby, slash verslaving. Ik heb daar echt superveel uncut gems van de Wintertop minigame. Ik wilde eigenlijk voor deze video level 90 fire meegaan. Om gewoon even terug te komen van, what up, gasten? Ik bedoel, ik ben nu al level 84, het schiet echt al rete hard op. Het gaat ook wel lekker rete hard op trouwens. Hier krijg je wel XP voor hoor. Tjik, 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 tjik. Als we dit gewoon eventjes doen, kan ik ook zien hoeveel XP per uur het geeft. Dat kan echt zeer zeker ergens. Dit geeft momenteel 160k XP per uur. Dan moet je wel nog even het denken erbij rekenen, maar alsnog. Dit is trainen. Behalve dat ik al die dingen handmatig moet halen en dat duurt een kleine eeuwigheid. In principe is dit keihard trainen. En je zit even te denken wat ik nog meer allemaal in mijn leven zo aan het doen ben. Ik zat een beetje aan het lezen net over een positieve verslaving creëren. Van, hey, vind iets wat gewoon goed voor je lichaam is en word daar gewoon verslaafd aan. Word gewoon verslaafd aan sporten bijvoorbeeld. Je moet iets vinden, ze hadden een hele guide. Hoe vind je iets om verslaafd aan te worden waar je niet kapot aan gaat? Dus ze zeiden bijvoorbeeld, het moet niet competitief zijn. Je moet niet beter willen zijn dan iemand anders. Zelfs al ben je verslaafd aan sport, als je per se beter wil zijn dan iemand anders, ga je er allebei gewoon kapot aan. Je wil niet je lichaam kapot maken. Dat is ook weer een beetje te ver gezocht. Je moet iets doen wat voor je eigen gevoel nut heeft. Zo helemaal stappen waar ik het soms niet helemaal mee eens ben. Je hebt er geen andere mensen voor nodig. Dat is handig. Hoef je niet thuis bij andere mensen om 4 uur 's morgens wakker te bellen met, hey, kunnen we sporten samen? Ik heb nog geen positieve verslaving gevonden. Gelukkig zijn. Oh, wat een fijne verslaving om te hebben. Wie is er niet groot mee geworden? Nou. Ik ga jullie gewoon bedanken voor het kijken van deze aflevering van de Old School RuneScape gezelligheid. Ik ga zo meteen eventjes heel veel Jewlocks fletchen. Ik heb er dus 500, dus ik kan even 500 keer zo dit doen, bam bam. En ik heb ook eventjes zo meteen 500 bowstrings nodig. En dan ben ik precies level 71 met een klein beetje. Kan ik even al die 1000 krengen even algen. En hebben we pretty much gewoon genoeg geld voor een Dwarven Cannon. En dan kan ik een beetje mijn range gaan trainen met die kanonskogels die ik gemaakt heb. Maar dat is voor de volgende aflevering. Wanneer die ook is. Ik zat ook een beetje vast met deze serie. Ik heb al een tijdje 69 fletching. Dat ik klaar stond helemaal van, ik kan de video nu opnemen. Wel een maand of zo. Maar ik had gewoon oprecht even zoiets van, shit, waar moet ik het over hebben? Ik vond het juist wel leuk om een beetje iets wat andere onderwerpen te gebruiken in zo'n video als deze. Maar ik had gewoon echt even niks. Ik had gewoon echt even niks. Verder moet gezegd worden, het kijken van video kan ook gewoon een verslaving zijn. Hou daar rekening mee. Ik bedoel, om een of andere reden vinden wij dus de hele dag lang videogames spelen. Dat is opeens een soort problematische verslaving. Maar letterlijk in een hele dag, een heel seizoen van een of andere serie kijken, dat is wel gezond, want dat is entertainment. Zo van, de videogame is ook entertainment. Laat ons epic gamers met rust. Ja, even kijken in ieder geval. Tot de volgende aflevering, misschien toch al heel snel. Zoals ik al zei, ik ben zwak. Ik denk dat mijn videogame verslaving maar echt een van de moeilijkere verslavingen is om overheen te komen. Ik heb nooit genoeg gerookt om te verslaafd te gaan roken. Nooit genoeg gedronken om echt fysiek verslaafd te zijn aan alcohol. Behalve dat ik het gewoon wel lachen vind. Maar om 2 dagen achter elkaar flink te gaan zuipen, daar zeg ik al flink nee tegen. Want ik heb na de eerste dag gewoon een kater en dan ben ik gewoon klaar. Mijn lichaam beschermt zich tegen talloze verslavingen. Maar RuneScape, daar heb ik nog eventjes geen uitvinding op gevonden. Even kijken, tot de aflevering. Doei!